We beginnen aan het laatste deel van de tocht door de Namib-woestijn. In de verte zien we een aantal oryxen. Erik besluit om de drone er rustig overheen te laten vliegen. Maar het wordt die dag nog mooier. Als we bij Bushman's camp aankomen, valt onze mond open van verbazing. Af en aan komen oryxen drinken bij de poel voor het kamp. Op het terrasje. En moet je eens kijken hoe dichtbij die oryx komt. Echt niet normaal. Hij liep zo langs ons. Daar zie je hem. Terwijl Erik in ons keukentje aan de braai bezig is. Dus... wat groenten op de barbecue, wat knoflookbrood en strakjes zijn oryxworst. Zijn de oryxen daar aan het drinken. Dat is toch wel heel bijzonder. Nou, vandaag een bijzondere dag, want we gaan twee passen gaan we tegemoet. En we hebben wel eens in het Himalaya de Sela-pas gedaan. In het Andes hebben we ook een paar passen gedaan, eentje van zelfs boven de 5000 meter. Dus we gaan zien wat die passen ons gaan brengen hier in de Namibië. In de verte hollen wat struisvogels weg voor een jakhals. We passeren de steenbokskreerkring. Daar moet je natuurlijk wel een foto maken, net als de meeste andere toeristen. Nou, dit is dus de Gauppas. En een pas in Namibië is totaal anders dan overal anders op de wereld. Want hier is een pas naar beneden. Dus we dalen zo, nou iets van 100 meter af of zo, is naar 800 meter. Daar is een rivierbedding en dat wordt dus de pas genoemd. Nou, dit is dus de Gauprivier, waarnaar de pas is genoemd. Al vroeg zitten we op de fiets. Op die manier kunnen we langzaam aan de hitte van de dag wennen. Vlak voor de tweede pas komen we zowaar een andere fietser tegen. Timo, een Nederlander. Hij fietst precies onze route de andere kant op. Handig om wat details uit te wisselen. Ter hoogte van de entree van het Nauwkloefpark is het landschap tamelijk bizar. Allemaal aardlagen die omhoog gedrukt zijn. Ja, eindelijk weer asfalt. Althans, zo lijkt het. Maar dit wegdek is gemaakt van een mengsel van gips en zout. Gypsum genaamd. Het is gips waar men zout water overheen laat lopen. Het gips kristalliseert en wordt dan keihard. Dat kan hier omdat het vrijwel nooit regent in de Namib-woestijn. Anders zou het zout namelijk oplossen. Hier zie je goed dat het zout en gips is, want de weg is nog helemaal wit. Mooi, hè? Ja, waanzinnig, hè? Dit is dus ook weer zo'n pas, zo'n Namibische pas. De Kuseb-pas. Maar goed, dat is dus geen hoogtepunt, maar een dieptepunt in het landschap. Maar deze is nog bijzonderder dan de Gauppas die we eerder hadden. Gelukkig voor toekomstige fietsers wordt er hard aan de weg gewerkt. Dat belooft niet veel goeds. De nog onverharde grindweg wordt behoorlijk stuk gereden door de vele zware vrachtwagens die af en aan materiaal storten voor het verbeteren van de weg. Ja, hoera, hier begint de verharde weg. En omdat de weg verhard is, kunnen we wat meer lucht in de banden doen. Ik heb mijn pomp op mijn fiets zitten. Ja, alleen er is zoveel fijnstof hier ook in die pomp gekomen dat hij niet meer goed pompt. Maar gelukkig heeft Carla, zoals het hoort, haar eigen pomp in haar fietstas. Ja, en die doet het wel goed. Ja, dus les is, neem altijd je eigen plakspullen, je eigen pomp mee. En berg er bij voorkeur op in de tassen.
Al is al alleen dat hij om de diefstal tegen gaat, maar in dit geval ook voor het stof. We hebben niet veel water meer, maar gelukkig heeft het verkeer zich hier ver-400-voudigd sinds Erik en Marijke hier in 1995 fietsten. We houden dan ook een paar keer een auto met toeristen aan om te vragen of we wat water kunnen kopen. Geen sprake van! Jullie krijgen zoveel water als jullie nodig hebben. En hier, nog een pak appelsap en een zak Smarties. Nou, daar halen we Walvisbaai wel mee. Om 4:30 zijn we bij de Vogelvederberg campsite. Wat doen we? Nog een nacht kamperen? De verleiding van een warme douche en een lekker bed in Walvisbaai is te groot. Vanaf hier gaat het voornamelijk naar beneden over de Gypsumweg naar de kust. Ondanks de tegenwind leggen we de laatste 56 kilometer af in 3,5 uur. In totaal hebben we vandaag 120 kilometer gefietst. We zijn kapot als we in Walvisbaai aankomen. En eenmaal raden waar de baai zijn naam aan te danken heeft. Juist ja.